De politiebond die heeft vandaag een persconferentie belegd. En tijdens de persconferentie is naar voren gekomen dat onder andere de benoeming van de heer Ramlal teruggedraaid moet worden. En de regering heeft daartoe een ultimatum. En de ultimatum is gesteld tot aanstaande vrijdag. De rang van commissaris is de op één na hoogste rang binnen de politieorganisatie. Na commissaris word je hoofdcommissaris in de functie van korpschef. De wetgeving is meer dan duidelijk hoe je commissaris wordt. Maar de misleiders die hebben een stukje daarvan eruit gehaald en zullen circuleren op Facebook, op social media om u te laten geloven dat slechts de president mag bepalen wie commissaris wordt. En dat is niet correct. De wetgeving is meer dan duidelijk in artikel 51 van reglement algemene politie. Er is een wijziging in 2019 en artikel 51 lid 2 onder 1. Ik ga in extenso voor u lezen. Voor de benoeming tot een hoger officier is het met goed gevolg doorlopen van één door de korpschef vastgesteld management development traject vereist, waarvoor men na sollicitatie in aanmerking kan komen. Dus lid 1 spreekt voor zich, dan heb je lid 2, daar praat men dat zo'n MD, het Management Development Traject, moet 6 maanden duren. En Minius Paul die stelt een beoordelingscommissie om zo iemand te beoordelen. Na de beoordeling, dan zegt lid A dat zo iemand dan wordt voorgedragen door de korpschef voor de benoeming tot commissaris en zulks naar het oordeel van de president. En dit is niet voor meerdere interpretatie vatbaar. Dat is juridisch hoe men het zou doen. We zijn allemaal bekend met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die geven aan wat bestuurders zouden moeten doen bij het nemen van een bepaald besluit. Bijvoorbeeld dat men de korpschef moest kennen, de politiebond moest kennen, maar dat is niet gebeurd. Als vakbond hebben we ook een eigen onderzoek gedaan. En wat blijkt, luistert u goed, men is voor 30 augustus met dit voorstel om Ramlal tot commissaris te benoemen naar RVM gegaan. En het is daar afgekeurd. En men is op 30 augustus met zo'n voorstel weer gegaan in een regeringsraadvergadering. En delen van de coalitie hebben gevraagd om het aan te houden. Het is toen aangehouden. Er is geen besluit hierover genomen. Er was gisteren ons verbazing. En dan misschien moet u ook delen van de coalitie vragen. Er is nooit een besluit gekomen. Er is nooit een goedkeuring gekomen tijdens de regering om de heer Ramlal te benoemen tot commissaris. Alhoewel dat ook geen solaas zou bieden. Maar desondanks werd de heer Ramlal benoemd tot commissaris. Als vakorganisatie vragen wij ons af waarom de regering zo'n besluit neemt. En de vakorganisatie dwingt om energie in zoiets te stoppen. Terwijl er super belangrijkere dingen zijn waarover wij als vakorganisatie zouden moeten praten met de regering. Te meer nog, wij hebben aangegeven dat we bereid zijn samen te werken met de regering. Samen te zoeken naar oplossing voor vraagstukken. Kies men ervoor om zaken alleen te doen en overnight te doen en te beslissen voor de politieorganisatie. Waarom moet u aan de regering vragen? De ALV is er natuurlijk hierover uitgesproken en de secretaris gaat dan het besluit van de ALV met u delen. In de instructie korpschef staat bijvoorbeeld duidelijk geschreven in artikel 5 dat de korpschef de bevoegdheid heeft om voordrachten te doen voor benoemingen, schorsing, ontslag, etc. voor zijn personeel. De korpschef heeft die bevoegdheid. Verder zegt artikel 5 ook
dat die korpschef moet waken voor de behartiging van de belangen van zijn personeel. U moet weten dat wanneer nu een burger, en laat mij ook direct stressen, dat wij niets hebben tegen de persoon Ramlal. Het gaat niet om de persoon Ramlal. Het gaat om de wijze hoe het een en ander zich heeft voltrokken. U moet weten dat als die korpschef zowel de minister van Justitie als de minister van Binnenlandse Zaken publiekelijk hebben aangegeven dat zij niet op de hoogte zijn van deze benoeming. En wanneer wij kijken naar die resolutie waarin meneer Ramlal is benoemd, en dat is resolutie 11.20.80/21, de datum 30 augustus, dan zult u zien aan de bovenkant dat daar staat op voordracht van de minister van Justitie en Politie en Binnenlandse Zaken. Op voordracht van de minister van Justpol en Binnenlandse Zaken. Terwijl de wet zegt op voordracht van de korpschef, maar dat wanneer in de pers de minister zelf zegt, ook meneer, de minister van Binnenlandse Zaken, heb ik dat horen zeggen bij ABC, dat zij niet op de hoogte zijn van deze benoeming. U begrijpt dat wanneer iemand, en dan laten we zeggen dat het wel volgens de wet is gebeurd, gewoon eventjes scenario, stel dat het toch is gebeurd op basis van de wet, maar dat zowel de korpschef, zowel de minister niet gekend is, terwijl die wet duidelijk zegt dat de korpschef moest waken voor de behartiging van de belangen van zijn leden, dan zien we dat wanneer je iemand van buiten zo naar binnen brengt, dat er voor de mensen die jaar in jaar uit hebben gewerkt binnen dat korps en verwachten dat wanneer een bepaalde tijd verstrijkt dat ze recht hebben om bevorderd te worden tot commissaris van politie en door zo'n benoeming nu in hun rechtspositie worden aangetast. Verder, als je die beschikking leest, gaat u ook zien dat er sprake is van twee feiten. 1. De heraanstelling van meneer Ramlal tot ambtenaar van politie en de benoeming tot commissaris van politie. Het zijn twee feiten. Terwijl onze wetgeving, en met name artikel 58 van het reglement Algemene Politie, ook regelingen heeft hoe de heraanstelling van iemand die in het korps was, eruit is gegaan en terug wil komen, hoe dat moet geschieden. Dat is ook in de wet vermeld. En dat is tot een maximum van 5 jaar. Als je langer dan 5 jaar bent weggebleven, moet je die elementaire politieopleiding opnieuw doen. De leden die hebben zich vandaag uitgesproken, nadat ze al dit soort zaken ook hebben aangekaart tijdens die ALV. En zij hebben in elk geval besloten het bestuur van de Surinaamse Politiebond het mandaat te geven. Het mandaat te geven om erop toe te zien dat die onwetmatige of onrechtmatige benoeming van de heer Ramlal door de president van de Republiek Suriname uiterlijk vrijdag 24 september 2021 om 10 uur moet worden teruggedraaid. Verder, dat het bestuur van de Surinaamse Politiebond erop toeziet dat al dit soort onwetmatige en onrechtmatige benoemingen in de toekomst niet meer plaatsvinden. Dat uiterlijk vrijdag 24 september alle andere achterstallige beschikkingen en resoluties van de leden die daar aanspraak op hebben eveneens in orde moet worden gemaakt. Met betrekking tot dat punt even een kleine aanvulling, omdat wij hebben gezien dat deze resolutie van meneer Ramlal met een zekere mate van voortvarendheid in orde is gemaakt. Terwijl politiemannen, onze leden, soms jaren nadat ze zijn bevorderd geworden, op hun beschikking of resolutie moeten wachten. Terwijl we zien dat in dit geval met een zeer grote mate van voortvarendheid die resolutie in orde is gebracht. Dus vandaar dus dat die leden ook hebben gesteld dat uiterlijk vrijdag 24 september alle achterstallige beschikkingen en resoluties ook in orde moeten worden gemaakt. Verder, dat alle toekomstige bevorderingen die moeten plaatsvinden
dat die zullen moeten plaatsvinden gelijk met de bijbehorende distinctieve beschikkingen en resoluties. De straat.